Ik ben Martin van der Starre, een van de leadzangers van de productie Woodstock The Story. De number one Woodstock show van Europa. Wat het publiek gaat ervaren bij ons is de echte hippie Woodstock ervaring. Dus dat betekent niet alleen maar een liedjesprogramma met liedjes uit Woodstock, maar ook echt anekdotes die daar gebeurd zijn, spelen we na. Er zijn heel veel beelden te zien continu over Woodstock, van de artiesten die daar gespeeld hebben. Er zijn heel veel verkledingen. Het is echt een ervaring dat je alsof je gewoon 3 uur lang op een festival zit, wat eigenlijk 3 dagen duurde, maar dan in een theater. En als je eruit loopt, denk je, ik ben op Woodstock geweest. 50 jaar Woodstock is heel makkelijk samen te vatten in 1 nummer. Maar eigenlijk wil ik er toch 2 noemen. Het eerste nummer is het nummer Woodstock, waarin verteld wordt over het festival Woodstock, geschreven door Joni Mitchell in 1970, dus een jaar na dato. Die spelen we natuurlijk als enige nummer wat nooit gedaan is op Woodstock. En het andere nummer is toch zeker With a Little Help for My Friends van Joe Cocker, want daarin komt alles samen. Dat is een nummer waarmee we natuurlijk die we nooit zouden kunnen weglaten. Iedereen wil dat horen. En dat is voor mij Woodstock. Wij komen nu voor de 4e keer in Enschede en de andere 3 keren waren het hele erg toffe, goed gevulde zalen en hele mooie avonden. Maar jullie moeten toch weer komen, want met dit jubileumjaar gaan we hele bijzondere dingen doen en weer hele andere nummers spelen dan die we al eerder hebben gedaan. Dus absoluut komen. Vrijdag 17 mei in het Wilmink Theater, Woodstock The Story. Mis het niet. Peace.